Welkom bij een nieuwe aflevering van de anonieme fotobeoordeling. Deze week gaan wij deze mooie landschapsfoto beoordelen. En vorige week hebben wij een macrofoto beoordeeld. Het gaat om deze foto. Mocht je deze video gemist hebben, de beoordeling van deze foto, bekijk deze video ook even, want die staat natuurlijk ook nog steeds online. Deze week gaan we het dus hebben over een landschapsfoto die ik opgestuurd kreeg. We hebben echt ontzettend veel foto's al gekregen, maar we willen eigenlijk nog meer foto's. Dus heb jij een mooie foto die je graag anoniem wilt laten beoordelen, stuur je foto naar info@deroyfotografie.nl en misschien komt binnenkort jouw foto wel langs. We gaan eerst deze foto beoordelen op compositie. Nou, wat ik hier heel positief vind aan deze foto is dat de horizon laag in de foto geplaatst is. De horizon zit op deze hoogte zoals je ziet en hierdoor krijgt de lucht meer ruimte en dat is juist het hele mooie van deze foto. De kleuren in de lucht zijn heel mooi. Dus dat is heel goed gedaan in dit geval. Door de horizon laag te plaatsen krijgt de lucht meer ruimte waardoor de nadruk meer op de lucht komt. En dat is belangrijk in deze foto omdat die mooie oranje gloed daarin terugkomt. Je ziet wel dat het landschap heel donker is. Het is bijna een silhouet geworden. Dat heeft te maken met het tegenlicht. Je fotografeert met de zon in beeld, dus echt recht naar de zon toe. En dat heeft tot gevolg dat je echt een enorm contrastverschil hebt tussen de lucht en het landschap. Nou, wil je dat helemaal perfect uitbalanceren, dan er zijn wel technieken voor te gebruiken. Je zou eventueel kunnen gaan werken met filters, maar dan heb je wel het nadeel dat deze molen en het huis ook meegenomen worden. Maar je kunt eventueel ook gaan werken met HDR-fotografie. En misschien is je gedachte bij HDR-fotografie heel negatief, omdat je heel vaak zwaar bewerkte foto's ziet. Maar HDR-fotografie kun je ook op een hele natuurlijke manier doen, waardoor je het niet eens ziet dat het HDR-fotografie is. En daardoor kun je er dus wel voor zorgen dat de voorgrond, in dit geval het landschap, en de lucht beter in balans komen. Waar je ook voor kunt kiezen, dat zou eventueel in nabewerking kunnen, maar ook tijdens het fotograferen, is om het landschap daar bewust een silhouet van te maken. Dus dat je het landschap nog net iets donkerder maakt en dat je echt een donker silhouet krijgt. Wil je dat direct in de camera doen, dan kun je de foto iets verder onderbelichten. De lucht wordt daardoor ook iets donkerder, maar daardoor zullen juist ook de kleuren nog beter naar voren komen. En wil je het eventueel in de nabewerking doen, je zou bijvoorbeeld de schaduwen ietsjes naar beneden kunnen halen of de zwarte tinten. De schaduwen werken in dit geval beter. Dus daarmee kun je er al voor zorgen dat het landschap een silhouet zou worden, als je dat zou willen natuurlijk. Wat je ook eventueel nog kan doen in deze foto is de verzadiging van de warme kleuren iets verhogen. Waardoor de rode oranje gloed nog wat sterker wordt. En dat kun je gerust doen in zo'n foto. Dus ik heb hem nou net iets hoger gezet. En de verandering, het is net iets meer. Waardoor de foto toch nog net iets warmere gloed krijgt. Ander trucje wat je zou kunnen toepassen is dat je iets meer kleurcontrast in de foto gaat brengen. En dat kun je in de lucht doen met hier de warme tinten. En je zou hier een iets koelere tint bovenin kunnen toevoegen. Dat kun je doen met een grijs verloopfilter of een verloopfilter. Door hem bijvoorbeeld zo erin te zetten. En in plaats van de belichting aan te passen, ga je de temperatuur aanpassen. Dus je voegt iets meer blauw toe. En op deze manier krijg je dus een kleurcontrast tussen de zon, het zonlicht en de blauwe lucht die boven zit. Dus dat zijn een aantal dingetjes die je zou kunnen doen in zo'n foto. En het ligt er net aan wat je ermee wil bereiken natuurlijk. Verder als we naar compositie kijken, ik heb nog een paar kleine opmerkingen. Wat ik heel leuk vind in deze foto is dat er water op de voorgrond te zien is. Want het zonlicht reflecteert heel mooi daarin. Dus dat voegt juist iets extra's toe aan de foto. Wat ik anders had gedaan in deze foto was dat ik een iets bredere kijkhoek had genomen of de camera iets verder naar rechts had gericht om ervoor te zorgen dat die molen toch wel helemaal op staat.
Nu valt een deel van de wieken eraf. Dat vind ik een beetje jammer, maar voor de rest... dus misschien kon je niet breder. Ik zit even te kijken naar de instelling. Hij staat 55 mm. Op het moment dat deze... We gaan even kijken met welke lens deze gemaakt is. Ja, het is een 55 tot 300 mm lens. Dus in dit geval, met deze lens, had je geen bredere kijkhoek kunnen kiezen. En nou, in dit geval zou je de camera ietsjes verder naar rechts kunnen verplaatsen. Dan wordt het, de zon hier wel wat krapper. Eventueel had je ook een andere lens kunnen gebruiken, een 18-55 mm. En dan kun je natuurlijk wel weer een bredere kijkhoek nemen. Verder, er zijn wel wat afleidende elementen nog in dit landschap. Het is een mooi plekje om te fotograferen, zo te zien. Ik weet niet precies waar het is. Maar er zijn wel wat moderne dingen in terug te vinden, zoals de moderne windmolens, wat lantaarnpalen die uitsteken. Dat leidt wel een beetje af. In deze situatie is er denk ik geen andere optie geweest om dat te voorkomen. Dus in dat opzicht heb je wel het maximale eruit gehaald. Mocht je zoiets zien voordat je de foto maakt en wil je niet dat zulke soort elementen in de foto komen, het kan er altijd, het is sowieso de moeite waard om je positie een keer aan te passen, loop wat verder naar links of naar rechts om te kijken of je het kwijtraakt. In dit geval zou dat niet werken omdat je de zon wilt fotograferen, dus dan gaat het niet. Maar verder, ik vind het een goede foto en een foto die ook gelijk de aandacht trekt omdat er van die warme kleuren in zitten. Dat is echt gelijk heel positief, dus complimenten daarvoor. En paar kleine puntjes, kleine verbeterpuntjes. Eentje wat betreft compositie, zodat de molen er helemaal op komt te staan. En eventueel, mocht je aan fotobewerking doen, je zou eventueel voor kunnen kiezen om een aantal bewerkingen uit te voeren, zoals ik dat net liet zien. Maar het ligt echt heel erg aan wat je met de foto wilt laten zien. Laatste puntje wat ik wil zeggen, mocht je besluiten om een afdruk te gaan maken van deze foto, je ziet hier twee vogels vliegen. Het is iets heel kleins. Maar op het moment dat je hier een afdruk van gaat maken, die vogels worden natuurlijk ook geprint. En ze zijn zo klein dat je eigenlijk niet meer ziet dat het vogels zijn. En als je dit zo laat, dan is het net alsof er een stofje op je sensor zit. Dus in zo'n situatie wil je een foto afdrukken. En het gebeurt heel vaak met landschapsfoto's dat er ergens in de verte een vogel vliegt. Die vogel is zo klein, je ziet het niet meer dat het een vogel is, waardoor het op een stofje lijkt. Dus haal dat eruit. Dat kan eventueel met vlekken verwijderen door de vogels aan te klikken. En ze zijn verdwenen. Volgende week weer een nieuwe anonieme fotobeoordeling. Heb jij nog een leuke foto? Stuur die gerust naar ons toe. En wil je meer over fotografie leren en meer van deze handige trucjes ontdekken? Blijf dan even kijken. Zoals je merkt in deze anonieme fotobeoordelingen kijk ik vooral naar compositie en naar licht. En ik geef ook oplossingen van je kunt HDR fotografie toepassen of je moet de foto wat verder onderbelichten om silhouetten te krijgen. Wil je daar nog veel meer over leren, dan is de online gevorderde fotografiecursus ideaal om te volgen. Je krijgt toegang tot 4,5 uur videomateriaal. Wat met name gericht is op compositie, licht en creativiteit. En deze cursus gaat er ook voor zorgen dat je foto's echt veel beter worden op deze gebieden. En zelfs als jij denkt dat je niet creatief bent met fotografie, ik weet zeker dat je aan de hand van deze cursus en de opdrachten die je in de cursus krijgt, wel creatieve foto's gaat maken. En je ziet precies welke onderdelen er in de cursus zitten. En kijk even naar deze cursus. Je kunt vandaag al beginnen. Door direct te betalen met iDeal, dan krijg je direct inloggegevens. Mocht je geen iDeal hebben, het is ook mogelijk om met een bankoverschrijving geld over te maken. Wil je meer leren over trucjes en die ik doe met fotobewerking? Je zag net dat ik de belichting iets aanpas om silhouetten te creëren. De kleuren iets meer verzadigen om een foto wat warmer te maken. Stipjes weghalen, vogels weghalen eventueel. De cursus Adobe Lightroom 5 en deze cursus is er ook voor Adobe Lightroom 4. Als je naar e-learning gaat, online cursussen,
zie je ook dat er voor Lightroom 4 en 3 een cursus is. Het is een videocursus waarin je precies ziet wat ik allemaal doe in Adobe Lightroom. En het hele programma wordt eigenlijk besproken. Het gaat over het importeren van foto's, het organiseren van je foto's, zodat alles makkelijk terug te vinden is. Het bewerken van foto's, wat het uitgebreidste gedeelte is natuurlijk van de cursus. En daar gaat de cursus helemaal over. En met behulp van fotobewerking kun jij ervoor zorgen dat jij de maximale controle hebt over jouw eigen foto's. En dan kun jij bepalen hoe het eindresultaat wordt. En dat kun je in allerlei richtingen doen, realistisch, maar misschien wil je meer richting de kunst gaan, fine art, wil je dat bereiken. Dat is het grote voordeel van fotobewerking. Jij hebt de totale controle. Belangrijk om te weten, deze cursus, maar ook de vorige cursus, je hebt altijd maar een eenmalige betaling voor de cursus en geen abonnementskosten. Dus je blijft altijd toegang houden tot de cursusinformatie. Het is een eenmalig bedrag en je kunt de komende jaren kun je alle video's onbeperkt kijken. Ook hier vind je een compleet overzicht van alle onderdelen die in de cursus zitten. En onderaan vind je het aanmeldformulier. Heb je interesse in deze cursus? Schrijf dan in en je kunt dit weekend nog eigenlijk de cursus gaan volgen.